De mensen in Steens en omstreken die kennen dit landgoed en die kennen dit park en die hebben hier vroeger gespeeld of die hebben hier geschaatst of die hebben in het park een verkering opgedaan. Nou, we staan hier bij de Martenastraat in Konjum. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is van ouds een adellijk landgoed. Vanuit de late middeleeuwen heeft hier altijd die familie Martena gewoond, die heel belangrijk was in Friesland. Ja, Doeke Martena is misschien wel een van de meest aansprekende personen. Daar is in Leeuwarden de Martena-pijp naar genoemd. Ze hadden daar tegenover, waar nu de cinema is, ook hun stadshuis. En daar woonden ze hier buiten, op zo'n slot, wat zo groot is als dit hele eiland. Zo moet je het je voorstellen. Want het slot zoals het hier staat, dat is pas van 1900. Want die oude Martenastraten, die was zo in verval dat ze toch hebben besloten dat die afgebroken moest worden. En hebben ze dit toen voor in de plaats gemaakt. Dat is veel kleiner dan het ooit geweest is. En jij gaat ook een lezing geven met iemand anders? Op 7 oktober doe ik samen met Jette Kamminga, met wie ik het boek heb gemaakt over Martenastraten, doen we een lezing in Steens, in de Skalm. Dan kunnen mensen vanaf 7:30 s'avonds terecht. En zaterdags 12 oktober, dan doe ik een lezing over de Martena's in Tresor. Dat is op verzoek van de Frieske Academie. En dat begint 's middags om 2:30. Oké, en is dat ook gratis toegankelijk? Ja, in het Tresor is het gratis. Ja, op zaterdagmiddag. Waarom worden die lezingen gehouden? Nou ja, kijk, het zal toevallig zijn of niet, maar het is maand van de geschiedenis in oktober. En ja, als we in Steens wat doen, dan gaat het vooral over de bewoners en wat is aardig voor de mensen om te weten. De mensen in Steens en omstreken, die kennen dit landgoed en die kennen dit park en die hebben hier vroeger gespeeld of die hebben hier geschaatst of die hebben in het park een verkering opgedaan. Hè. En wie er dan gewoond hebben is wel een heel aardig verhaal. Het andere is dat de Frieske Academie die is altijd bezig met geschiedenis. En die hebben ons gevraagd om speciaal duidelijk te maken hoe dat nou kan dat die Martena's als grootgrondbezitters zo'n belangrijke positie hebben verworven. Rond 1500, 1600 en zo. Dus de accenten zijn wel heel verschillend.